Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag een first impression video. Ik zet het er even bij, dit is dus de eerste keer dat ik een product ga gebruiken. Het is niet een volledige review, want die schrijf ik gewoon op mijn website pinkie.nl. Maar de first impression vandaag gaat over dit product. Dit is het Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Het is een sheet masker, alleen in plaats van dat hij doordrenkt is met serum, is het een droge... Ja, een droge sheet masker, een droge tissue masker. Het is droog. Ik weet niet echt wat ik me erbij moet voorstellen. Maar ik weet wel dat toen ik het product zag tijdens het online shoppen. Ik was bij de Biocorf online aan het shoppen. Ik zag het staan en die wil ik proberen voor mijn maskman mee op pinkit.nl. Dus ja, ik ga het product zo even uitpakken. Maar ik ga jullie eerst wat meer informatie over dit masker vertellen. Charlotte Tilbury Instant Magical Facial Dry Sheet Mask. Wat een naam ook. Kost 24 euro, dan heb je er één. Ik weet ook dat er meerdere verkrijgbaar zijn en dat kost 84 euro. Maar ik dacht, ja, voor een keer te proberen, ja, doe ik deze. Hij kost dus 24 euro, dan krijg je één sheet mask. Alleen, je kan dit sheet masker 3 keer gebruiken. En dat brengt de prijs zeg maar op 8 euro per keer. En dat vind ik echt super meevallen. En vooral voor een luxe product als Charlotte Tilbury, ja, valt dat gewoon echt super mee. Mits het werkt, dus dat gaan we zo even proberen. Je brengt sowieso het masker pas aan op een gereinigde huid. Dat heb ik allemaal gedaan, dus check. En ik ga ook nog even de informatie van de website erbij pakken en voorlezen, zodat jullie iets meer weten over wat er allemaal staat. Er staat ook genoeg aan de achterkant, maar dat staat zo klein geschreven dat ik echt zo moet zitten. Dus ja, ik pak even mijn mobiel erbij gepakt. Ik weet wel, de tekst op de website en de beschrijvingen zijn altijd heel ophelderend. Hoe zeg je dat? Heel enthousiast en heel... Zo omschreven dat het echt super veel lijkt. Dus ja, nou, dat gaan we even kijken. Net zoals dit. Een revolutionair masker dat al uw magische huidwensen waarheid maakt. Charlotte Tilbury's nieuw Instant Magical Facial Dry Sheet Mask heeft een klinisch bewezen 5 huidoplossing IQ. Dat ervoor zorgt dat rimpels vermindert, gladstrijkt, verheldert, lift en hydrateert. Precies wat uw huid nodig heeft. Uw huid ziet er gezond, glanzend en vernieuwend uit. Klinkt natuurlijk goed, nou weet ik wel dat als je een masker 1 keer gebruikt, natuurlijk doet het wat voor je huid, maar het haalt echt niet je rimpels weg of het maakt niet in 1 keer alles veel minder of lift je huid. Dus dit effect kun je misschien wel krijgen, maar dan moet je het masker misschien voor 2 keer in de week, een paar weken lang gaan gebruiken. Dus ja, ik lees dit wel altijd op alle maskers, zeg maar op alle verpakkingen staat wel zoiets en denk ik, korreltje zout, weet je. Eerst het zelf proberen. Dus het zit in een mooie verpakking, een beetje goudroze kleurig, net zoals eigenlijk bijna alle producten van Charlotte Tilbury. Ik heb ook een lipstick en die heeft ook zo'n prachtige huls. En ja, we gaan hem gewoon eens even lekker openmaken. Daar gaan we dan. Er is geen weg meer terug. Ik vind het stiekem best wel spannend. Het is de eerste keer dat ik zo'n video opneem, maar ik hoop wel dat jullie het leuk vinden. Ik ruik nog niks bijzonders eigenlijk. Ik haal er dit propje uit. Het voelt gewoon ook echt helemaal droog. Ja, het heet wel zo, maar normaal als ik dit soort maskers gebruik of pak, zijn ze gewoon echt super vochtig. En dit is gewoon een droge doek. Zo heet het ook. Dus dat is heel erg logisch. Nou wil ik hem openmaken zonder dat ik scheur. Kijk, voor de ogen. Nou weet ik alleen niet welke kant... Het lijkt me dat dit dan de kant is die op het gezicht moet. Zo. En dat dit dan de voorkant is. Je ziet ook zeg maar de initialen van Charlotte Tilbury erin staan. De ogen, de neus en de mond. En dan zitten er van die flapjes die je om je oren doet zodat het masker beter blijft zitten. Dus ik heb mijn huid gereinigd. Ik ga hem aanbrengen. Wish me luck. Ik heb mijn haar even in een knotje gedaan en met een haarband naar achter. Zodat het niet in de weg zit. Want als ik een masker neem, ja, dan wil ik niet dat het in de weg zit, zeg maar. Wat ik net al zei. Maar bij gewoon masker zit het dan in de crème. Maar dit is dan wel droog, maar dan nog. Nou, ik ga even kijken hoe dit werkt. Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt heel chaotisch en heel klungelig. Dus ik hoop dat het lukt. Kijk eens zo. En dan...
Het masker zit erop. Het ziet er echt niet uit. En moet je eerlijk zeggen, het zit wel, maar mijn hoofd is te groot volgens mij. Even kijken hoor. Je hebt echt maar een heel klein gat voor je mond. Maar het zit wel. Wat ik fijn vind is dat je zeg maar die lust hebt voor je oren, zodat het niet afzakt. Want bij een sheetmasker glijdt het vaak zo eraf. Maar dat komt ook door het serum. En ik hoop echt dat jullie me nu goed horen. De bedoeling is nu dat ik het ga masseren, zeg maar. Dan wordt het masker geactiveerd. En dan moet ik het 15 minuten laten zitten. Dus ik ga mij heel even masseren. Het lijkt echt zo creepnaal. Ik zit ook echt bij het raam. Iedereen kan er binnen kijken. Ik merk wel, zeg maar, dat hij bij mij niet hier... Ik heb een wat grotere, bredere neus. Denk ik. En ik doe hier, zeg maar, normaal ook masker. Zo, hier. Maar daar komt hij nu niet bij. Dus dat. Als je een wat groter hoofd hebt, zoals ik, dan zou je dat misschien ook aan. Nou, ik denk dat ik wel genoeg gemasseerd heb. Denk ik. En nu ga ik... Een kwartier wachten. Het is 11:03. Ik zie jullie straks weer. Ik ben even terug, want ik heb het masker ondertussen omgedraaid. Ik zag namelijk, dat krijg je dus als je je bril op hebt. En er staat dat je de roze kant, dus die ik net erboven had, die moet je op de huid, op de gereinigde huid doen. Dus ik heb het masker omgedraaid en gewoon weer even opnieuw ingemasseerd. En nu gaan de 15 minuten in. Dus een minuut later dan net toevallig, dus dat geeft niet. Maar dat heb je dus bij First Impressions. Ik dacht, ja, welke kant eerst? Het staat er gewoon. Foutje van mij. Kan gebeuren. Nou, ik ga nog even 15 minuten lekker chillen. Het is tijd om het sheetmasker er weer af te halen. Het is 11:18. En toen ik net een kwartier geleden het masker had omgedraaid, merkte ik dat het ook gelijk een stuk beter zat. Wat natuurlijk ook logisch is als je verkeerd omdoet, wat mijn eigen schuld is. In ieder geval, wat ik wel merk, is dat het gat, zeg maar, bij de mond... best klein is. Het is ook niet de bedoeling dat als je dit op, dat je dit zit te kletsen. Maar ja, ik neem nu ook een video op. Dus ja, dat merk ik. Maar als je gewoon je mond houdt, een kwartier lang niks aan de hand. Het is heel handig dat je hem zo kan bevestigen aan je oren. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat dit goed blijft zitten. En voor de rest is de vorm wel prima. Ik ben heel erg benieuwd of het dat heeft gedaan. Want ik voel en merk echt helemaal geen verschil nu. Normaal merk je nog wel eens als zo'n sheetmasker heel vochtig is, dat je huid, zeg maar, dat opneemt of wat dan ook. Je voelt al iets, maar nu voel ik echt helemaal niks. Ja, een beetje warmte, want het zit natuurlijk zo dicht aan tegen je huid. En het is, ja, dat voel ik gewoon een klein beetje warmte. Dus misschien is dat ook wel genoeg. Maar ik ben heel erg benieuwd wat het resultaat is of ik wat ga merken. Dus ik weet wel dat het een heel creepy masker is. Tenminste, creepy niet, maar het ziet er een beetje apart uit. Maar even het masker wegleggen. Wel zijn er zo natuurlijk over. Maar je ziet dus wel. Ik zet mijn bril even op, want anders zie ik niet zoveel. Wat ik zie is, als je hier goed kijkt. Dat mijn huid glanst, zeg maar. Dat het glimt. En dat doet het ook als een gewoon maskertje. Want net was het heel droog. Ik heb een hele droge huid. Gevoelig. Ik heb ook allemaal puistjes van de tijd van de maand net is geweest. Dus dan heb ik net... Door hormonen altijd dat mijn huid heel erg uitbreekt en onrustig is. Ik merk dus wel dat het een beetje een soort van olie of dat er toch een substantie vanaf is gekomen. Ik weet niet wat het is. Ik vind het zo apart, want het is gewoon droog. Ja, je voelt aan de kant wel iets van een beetje olie of zo. Maar dat merk je niet aan het masker zelf. Ik vind het, ja, ik vind het heel raar, maar heel, heel fijn. Dus... Kijken of ik nog een beetje kan inmasseren. Maar dat hoeft eigenlijk niet heel erg. Maar mijn neus had het iets meer gemogen. Maar daar sloot hij ook niet heel erg fijn aan. Want het is bij mij gewoon wat breder is. Ik zat even laten denken. Er zat hier zo'n stippenlijn. Had ik dat dan zo moeten laten zitten? Of had ik dat moeten open? Ik heb echt geen idee. Volgens mij had ik dat gewoon zo moeten laten zitten. Ik heb er ook niet opgezocht bij andere YouTubers hoe we het hebben gedaan. Want ik wil het gewoon lekker zelf uitproberen. En ik heb nog twee keer... Oh, maar dit voelt echt heel fijn aan. Jongens, dames, meiden. Ah, ik weet niet. Ik vind het heel fijn aanvoelen. Het heeft ook echt wel wat gedaan voor mijn huid. Als ik zo kijk, zie je dat ook hier, zeg maar. Het is nou niet tegelijk dat ik heb van mijn rimpels zijn weg. En het is helemaal strak en gelift. En
Maar het heeft wel wat gedaan voor mijn huid. Ik voel gewoon dat het... Ja, het voelt zo... Het is zo moeilijk te omschrijven. Ik zal hier de volgende keer wat meer rekening mee houden. Maar het voelt wel dat het masker wat heeft gedaan. En ik vind gewoon hoe het eruit ziet al. En dat je het zo vast kan maken en zo. Ik vind het echt wel waard nu al gewoon. Dat ik denk van ja, ik ga dit vaker gebruiken. Ik kan er gelukkig nog 2 keer gebruiken. En ja, zoals ik net al zei, 8 euro per keer. 24 euro voor een sheet masker. Ik vind dat zelf niet heel veel geld. Ja, het is wel veel geld, maar niet... Wow, wat veel. Ik ga het niet kopen, want ik geef al meer geld uit aan maskertjes en huidverzorging. Ik vind het namelijk heel belangrijk. Make-up is mooi, het is niet belangrijk, maar huidverzorging vind ik gewoon heel erg belangrijk. Daar investeer ik ook graag in en daarom tip ik het ook wel hard. En ik vind het gewoon heel fijn aanvoelen. Ik heb echt geen idee hoe ik dit moet omschrijven. Ik zou zeggen, probeer het eens een keer, maar wie weet voel je het ook en zie je het. Maar ik zie het vooral als ik zo zit en ik heb het onder eerst mijn bril op, zie ik zeg maar dat dit al wel... verschil zeg maar is. Dus ja, ik ga er nog even van genieten. Ik zet mijn bril weer op van onder zo. Je ziet wel. Ja, dus er zit wel een beetje olielaagje op de huid. Want het zit ook een beetje op mijn bril van net. Dat geeft niet. Ik ga hem zelf wel schoonmaken. Ik ben heel erg eigenlijk best wel verrast door het. Ik ga het even uitspreken hoor, speaker, want het is zo lang naam. Charlotte Tilbury Instant Magical Facial Dry Sheet Mask. Ik ga hem nog zeker 2 keer proberen. Misschien wel vaker dat ik er nog eentje ga kopen. Er komt nog een aparte review aan op pinken.nl. Daarin probeer ik ook de ingrediënten neer te zetten. Hoe het nou echt werkt. Na 2 of 3 keer. Na vaker gebruik. Of het dan echt verschil blijft merken. Maar ik kan nu al zeggen dat ik hem na 1 keer gebruik. Ik had eigenlijk niks verwacht. Ik denk, nou, ik probeer dit. Het ziet er gek uit, zeg maar. En het zal vast wel niet werken. Want het is een droog sheetmasker. Ja, wat kun je er nou van verwachten? Maar... ik ben aangenaam verrast. Mocht je hem ook willen kopen, hij is te koop bij de Bijenkorf. Ik weet eigenlijk niet waar je verder Charlotte Tilbury allemaal inderdaad kan kopen. Volgens mij alleen bij de Bijenkorf online of in de winkel. Wij hebben dat hier helaas niet in de buurt, dus ik bestel het altijd online. Dus laat even hieronder weten of je vaker dit soort video's wil zien. Zijn jullie bekend met dit masker? Gaan jullie proberen? Let me know. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video.